Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Mijn vriendin die moest terug. Wat persoonlijke redenen. Maar dat betekent dat ik hier dus alleen ben. Mijn school is al afgelopen. Het project waarvoor ik hier überhaupt ben gekomen. Deze 3 dagen hadden mijn vriendin en ik geboekt om samen New York een beetje te gaan verkennen. Nu is het zo dat ik hier wel alleen ben. Om toch uit mijn comfortzone te gaan en toch te gaan wandelen en kijken wat ik ga doen vandaag. En natuurlijk New York te exploren. Dus ik heb een planning gemaakt wat ik ga doen over deze 3 dagen. Ik ga woensdagavond vlieg ik weer terug naar Nederland. En vandaag ga ik dus als eerste naar MoMA. Eigenlijk als tweede. MoMA is Museum of Modern Art. En daarna wil ik graag naar de Natural History Museum. En morgen heb ik ook weer een planning gemaakt. Maar die deel ik morgen wel. Maar nu is het zo dat morgenavond een Broadway show is. En dat is eigenlijk een theatershow. Maar hier in Amerika, vooral in New York, is het echt een hele grote happening. En ik wil het echt heel graag meemaken. Het is best wel duur. Maar ik wil graag naar de Broadway show van The Lion King gaan. Of Harry Potter. Alleen Harry Potter die was helemaal vol. En The Lion King, ja, die is nog open. Maar als ik het online boek, dan betaal ik ongeveer $100 meer aan online kosten. Wat echt een beetje onnodig is. En het Museum of Modern Art, die is best wel vlakbij het theater. Dus ik ga eerst langs het theater om daar mijn ticket te kopen voor morgenavond. En daarna ga ik meteen door naar het museum. En als ik tijd heb, ga ik ook nog naar het andere museum. Maar het is nu al 2 uur, dus voordat ik daar ben, is het al wel weer wat later. Oké, een paar dagen geleden zijn we naar de Apple Store geweest. Dat heb ik ook wel gefilmd. Maar in dit licht denk ik dat je beter kan zien hoe mijn hoesje eruit ziet. Het is een prachtige donkerroze kleur, als het ware een beetje peachy, coral kleur. Ik vind hem prachtig. Ik ga hem even delen met jullie. En kijk, het is inderdaad ook al 2 uur in de middag. Dus ik moet echt gaan nu. Ik heb echt super veel honger, want vanochtend ging mijn vriendin weg. En toen heeft ze boodschappen gehaald. Heb ik wel wat joggers gegeten. Maar ja, mijn outfit. Ik heb een... Kijk of ik het kan lezen. Ik heb een jurkje aan van de H&M. Mijn Zara blazer. Mijn nieuwe aankopen. Dat is deze Michael Kors tas. En die heb ik in Macy's gekocht. En hierbij heb ik een pompom gekocht. Super schattig. Deze heb ik gewoon losgekocht in de Michael Kors winkel. En het is super handig om zo'n tasje bij te hebben. Want heb ik liever mijn handen vrij. Dus ik ga nu snel... Ik ga nu snel eten. Ik weet nog niet precies wat ik wil eten. Ik denk zelf misschien dat ik bij Panda Express wil eten. Gisteravond hebben we bij Wendy's gegeten. Dat was oké. Het was niet echt speciaal of zo. Maar het was wel lekker. Mijn make-up van vandaag. Dat heb ik gedaan met Huda Beauty Palette. Dit is de ooghoek. Beetje bruin, peachy pink. En mooie lashes. En ik vind dat het ooglook super goed is. Oké, dus hoe het concept werkt is dat je dus eerst iets van rijst of bami, noodles kiest. En dan kan je dus kiezen uit 2 verschillende componenten. En ik heb garnalen genomen en kip. Echt heel lekker, ik kan het echt aanraden. Dat kip, volgens mij honingkip of iets dergelijks. En garnalen, super lekker, wauw. Oké, jongens, ik ben klaar met eten en ik ga jullie vertellen. Ik ben nu al een week in Amerika en dit is letterlijk het lekkerste eten wat ik in deze hele trip heb gegeten. Ik had zo lang zoveel honger en we gingen elke keer burgers eten, maar dat was helemaal niet zo lekker. Snel lopen als rood. Dat was helemaal niet zo lekker als dit. Dus als jullie naar Amerika komen, ga zeker naar Panda Express. Dat is echt een aanrader. Maar goed, ik ga dus nu als eerste bij Broadway de tickets kopen en daarna ga ik door naar het MoMA Museum. Thank you.
ik ben nu op Fifth Avenue. En ik moet hier langs om straks door te gaan naar Broadway. Maar ik wil heel snel even naar Mac gaan. Dat ik gewoon benieuwd ben hoe het hier is. Oeh, super pretty allemaal. Oh mijn god, ik heb twee keer de liplijnen zorg gehaald. En ik ben hem twee keer kwijtgeraakt. Dus ik wil hem even opnieuw kopen. En hopelijk hebben ze dan in voorraad. Oké, ik ben klaar bij Mac. Ik heb een paar dingetjes gekocht. Dan wil ik straks wel zien als we weer terug thuis zijn. De bedoeling is dat ik meteen doorga naar Broadway. Maar ik heb toch aan het shoppen. Dus ik zal even snel mijn outfit wijzen. Super cute, I guess. Ik vind het echt leuk. En ik wil even deze schoenen passen. Dus even kijken of ze me passen. En dan gaan we weer verder. Kijk alsjeblieft, Longchamp is daar, Furla is daar, oh, het kenmaat gewoon. Hoe mooi die kerk achter mij is. Oh, volgens mij is zelfs overbelicht, we kunnen het bijna niet zien. Super mooi. En hier ook, een monument. Oké, ik ben nu bij Rockefeller Center. Super mooi en normaal, ik ben hier al een keer langs gelopen eerlijk gezegd. En normaal hier beneden is dus een ijsbaan en die hebben ze vorige maand volgens mij gesloten. Ik heb zo ver gelopen, ik ben uitgekomen op Times Square zelf. Kijk alsjeblieft om mij heen. Het is zo druk. En ik ben gewoon in het midden of Times Square. Ik had niet gedacht dat ik hier zou uitkomen. Ik ga wel even doorlopen naar het theater en dan kijk ik wel wat ik ga doen. Ik heb gekocht de kaartje voor de Lion King. Ik ging online kijken en toen waren ze $300. En het was $90 was daarvan was de kosten om online te boeken en dat vond ik echt duur. En toen zag ik staan dat als je erheen gaat dat je gewoon dat kan besparen. Maar nu is het zo dat het nog goedkoper was. Omdat ik gewoon hier naar de box office zelf ben gekomen. Was het maar $130. Nou, dat is nog steeds duur, maar alsnog veel goedkoper dan op de website. Want op de website zit het op $230. Dus ik ben wel echt blij met deze deal. Plus, ik heb er echt goed. Daar ga ik dus morgenavond heen. Om 7 uur 's avonds ga ik daarheen. Dus nu ben ik weer terug op de Broadway. Oh, ik heb echt een déjà vu moment dat ik het al een keer heb meegemaakt. Super eng. Ik ben best wel vaak. Dus vandaar. Koffietafel. Ik heb nu geen tijd meer om te gaan naar het museum. Dus ik denk dat ik misschien naar Bloomingdale ga. En dat is weer een winkelcentrum waar ik kan shoppen. En ik ben daar nog niet geweest volgens mij. Dus ik ga daarheen en dan laat ik jullie weten hoe dat is. Maar dit stukje waar Disney en alle theatershows zitten is super mooi. Super dik. Het zit gewoon heel vlak bij Times Square zelf. Maar ja, daar ga ik dus heen. Oké, ik ga nu zelf de metro nemen. En ik kon ze zover ik weet alle drie nemen. Kijk, oh. Deze allemaal. Focussen. En R&W. En dan moet ik eruit bij Lexington Avenue. Moet wel goed komen. Oké, dus toen had ik de verkeerde metro genomen. De verkeerde kant op in ieder geval. Dus wat ik ga doen, ik heb een via een Uber app, heet Lyft, heb ik een taxi besteld. Het is maar $4, dus dan deel je hem volgens mij wel met iemand anders. Maar ja, in ieder geval kom ik dan wel op mijn locatie. Want mijn batterij van mijn telefoon is ook 4% of zo, dus ik wil niet te snel alles opmaken voordat de telefoon doodgaat en dan niet meer terug kan komen. Dus ja, ik ga de taxi nemen en daarna dus door naar Bloomingdale. Ik ben echt benieuwd. En ik heb het gevoel dat ik er al geweest ben. Dus ik hoop dat het niet zo is en dat het voor mij een nieuwe ervaring is.
Oké, een half uur later ben ik eindelijk bij Bloomingdale's. Ik heb hier echt veel zin in. Laten we kijken. Ik zie Louis Vuitton, Jimmy Choo, Prada, Chloe. Nou, ik ga even naar boven. Kijken hoe het daar is. Zo. Tory Burch. Ik wil heel even bij Louis Vuitton een bepaalde oorbel gaan kijken die ik echt graag en echt lang wil. Laten we kijken of die mooi is. Ja, dat zijn de oorbellen die ik echt graag wil. Beetjes. Maar misschien had ik ze in Nederland, dus daar goedkoper zijn. Maar ik wil hem wel echt graag zien. Vibes, niks speciaals. Forever 21 hier. En het is veel beter dan de Forever 21 in Nederland. Eigenlijk volgens mij is de Forever 21 in Nederland ook al dicht op dit moment. Maar deze Forever 21 is zo veel cooler. Kijk, in Nederland hebben we zo'n kleine collectie. Of hadden we zo'n kleine collectie. En hier is die echt gewoon mega. Ik heb super veel dingen in mijn tasje gegooid. En ik wil alles gewoon gaan passen en kijken of het leuk staat. En als ik wat leuke dingen zie, dan ga ik het meteen wijzen als ik het aan heb. Forever 21 hier is veel betaalbaarder dan die van Nederland. In wat toen het er nog was. Qua prijzen. Natuurlijk is Forever 21 niet heel duur daar ook. Maar als ik het vergelijk, is het hier veel goedkoper. Dus ik ben benieuwd hoe het er allemaal uit gaat zien. Oké, guys. Ik heb ten eerste MAC Lip Liner in Zoor opgedaan die ik vandaag gekocht heb. Oké. Dit is een soort van kimono-achtige vest. Wat ik er het fijnst aan vind is dat het een lange mouw is. En ik heb deze schoenen aan. Oh, ik vind ze zo mooi. En van de zijkant, want wij zijn ze zo. Dus ze zijn wel echt heel comfortabel. En ik heb een paar dagen geleden vandaag gezet te doen. Het ziet er super mooi uit, deze outfit. I love it. Helemaal verliefd. Deze sokkenafdeling dan. Oh mijn god, zo cute. Het is allemaal 1,90. Ik ga er echt heel veel pakken. Terug naar mijn goede vriend Macy's. Maar Macy's is echt de winkel waarvan ik hou. Het is allemaal best wel betaalbaar en allemaal in de aanbieding. Dus ik ga jullie wat wijzen. Nou, Michael Kors. Kijk, normale tassen zijn hier ook goedkoper dan in Nederland. Plus er gaat er een 25% korting af, wat echt voordelig maakt. Ik heb niks gehad in Macy's, maar ik heb dus een chocolate chip cookie gehaald en laten opwarmen, want de telefoonbatterij was op. Dus ik ben hem hier even aan het opladen en dan als ik dit op heb, ga ik weer terug naar het hostel. Misschien nog naar CVS als het open is, maar goed, dat een beetje. Ik ben nu bij het metrostation en ik ga terug naar het hotel en ik moet de e-train nemen richting Jamaica Center, dat is die daar staat. Ik heb over een paar minuten. En ik heb niet goed uitgezocht welke ik moet nemen. Dat ik niet de verkeerde neem. Plus ik heb mijn telefoon net opgeladen bij Starbucks. Dus ik heb nog een beetje vrij. Ja, ik kon ook een taxi nemen. Maar ik dacht een beetje lopen. En ja, de meter nemen. Lopen was 40 minuten. Dus ik wou dat niet doen in het donker. Maar ik dacht de meter nemen kan prima. En een stukje lopen is wel goed voor de vertering. Oké, nog een klein stukje lopen. Dan ben ik er eindelijk. Oké, guys, ik ben weer terug op de kamer. Nou, in ieder geval, ik heb mijn moeder even een appje gestuurd dat ik weer terug ben. Ik ben ook echt heel erg moe. Na deze hele dag, jammer genoeg, ben ik niet naar MoMA of de National History Museum geweest. Omdat ik gewoon ging shoppen. Maar ik heb eigenlijk leuke dingen gekocht. En in Forever 21 ben ik echt geslaagd. Ik wil op het einde van de avond nog terug gaan naar Macy's. Maar ze hadden niks leuks. Ik naar horloge. Of horloges. Maar ik vond niks leuk. Dus ja, maar bij Forever 21. Oh, ben ik echt geslaagd. Ik ging naar de MAC store. En ze waren allemaal super lief. Dat is wel leuk om te horen. Ik kreeg echt heel veel complimentjes vandaag. Omdat iedereen mijn ogen mooi vond. Dus daar ben ik echt super blij mee. Mm-hmm. En oké, wat ik gekocht heb bij de MAC store is dus een lip liner van Soar.
Die heb ik ook opgedaan. Dan heb ik een lipliner gekocht in de kleur Follow Your Heart. Op deze lipliner was er 40% korting. En toen ik hem geswatcht had, toen leek hij heel erg fel rood. De box lijkt wat donkerder, als ik eerlijk moet zeggen. Ja, het is best wel fel rood in vergelijking met de kleur die aangegeven wordt. Maar ik denk dat dit een perfecte onderkleur is voor de iconic rode kleur van MAC. Ik kom niet meer op de naam, maar in ieder geval, er is één vuile kleur van MAC in de lipstick vorm. En daar past deze lipliner denk ik al heel goed bij. En anders gebruik ik dus de NYX rode lipliner. En dan heb ik 3 kwasten gekocht. Nou, nu is het zo dat ik alle mijn kwasten heb van Morphe. Nu heb ik wat MAC kwasten aangeschaft. Maar ik had geen idee dat ze eigenlijk zo duur zijn. Want ze waren ongeveer $30 per kwast. Wat ik een beetje absurd vind. Maar ja, waarschijnlijk is het gewoon de normale prijs. Alleen, ja, ik heb nooit MAC brushes gekocht. Omdat die van Morphe gewoon prachtig zijn. Voor een goede prijs. Maar goed, ik denk wel dat de investering het waard is. Dus deze 3. Dan ben ik dus naar Bloomingdale geweest. En dat was letterlijk de duurdere versie van de Bijenkorf. En ze hadden, nou, het was wel heel groot natuurlijk. Heel veel verdiepingen. Maar de kleren en alles daar was absurd. Kleren begonnen bij $500. Dat is gewoon een beetje niet betaalbaar. En als je hier komt, zou ik echt aanraden om naar Macy's te gaan. Macy's is ook niet goedkoop. Maar het is ook weer niet te duur in vergelijking met Nederland. Natuurlijk betaal je best wel veel geld voor dat soort dingen. En merktassen en et cetera, et cetera. Maar heel veel tassen zijn in de aanbieding in Macy's. Plus sommige merken geven je 10% korting. Als je internationaal, bent, dan moet je je paspoort wijzen bij de service desk. En dan krijg je een pas met 10% korting. En mijn course volgens mij doet niet mee. Dus dat wil ik wel even vermelden. Maar verder is het wel altijd meegenomen als dat zo is. Die KNY waar ik die andere tas van heb gekocht, die roze, die is het ook niet mee. Dus dat is wel jammer. Maar Macy's heeft gewoon heel veel aanbiedingen. Nou, daar hebben we een koekje van de Starbucks. En nou, in Bloomingdale heb ik dus niks gekocht. Ik vond het echt absurd. Ik zag de prijs, ik was echt in shock gewoon. Dat is gewoon veel duurder dan Bijenkorf is. Maar oké, laat dat terzijde. Heb ik een blush gekocht van NARS. Ik draag nooit blush. Voor degene die het interessant vinden om te weten. En ik wou heel graag de NARS Orgasm. Maar toen ik hem in de winkel zag, ik had het idee dat het veel, veel meer mat en roze was. Maar het is juist heel licht en met glans erin. Terwijl ik, ja, dat glans dat breng ik gewoon aan met mijn highlighter. En dat hoef ik niet in mijn blush te hebben. Maar dit is mijn eerste palet van NARS. Ja, ik heb natuurlijk wel producten zoals foundation, et cetera, et cetera. En concealer. Maar dit is de eerste palet die ik heb van NARS. Dit is in de kleur Amour. Ja, ik probeer mijn Frans te spelen in elkaar. Oeh, krijg me niet uit. Het plasticje. Jolie dat plasticje tegen het kleurtje zo aankomt. Oké. En dat is de kleur in de winkel. Had ik het idee dat het wat donkerder was. Maar goed, maakt niet uit. Kleur in de winkel was het inderdaad veel donkerder naar mijn gevoel. Heeft hij mij een verkeerde meegegeven? Het kan zo zijn dat hij mij een lichtere kleur heeft meegegeven. Of de belichting in de winkel was gewoon heel anders. Maar, nou ja, je ziet het bijna niet op mijn vinger. Dat is de kleur. En het is heel licht. Maar goed, je kan hem wel zien. Ik weet niet of je het... Oh, oké, kijk. Zie? Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je zo je blush aanbrengt. Maar dan kan je tenminste wel de kleur zien. In het licht misschien lijkt het heel licht. Maar op mijn huid is het best wel donker. Dat is de blush die ik heb gehaald. Again, super blij mee. Ik ga dit allemaal uit de packaging halen, denk ik. Want als ik dit zo meeneem, denk ik niet dat het goed is. Ik ben dus naar Gap geweest. Deze winkel. En ik denk dat ik jullie schoenen al heb gewezen. Als ik ze aan heb, zijn ze echt prachtig. Kijk, dit zijn ze. Het zijn bruine schoenen. En je voetjes zijn hier open, aan de zijkanten ook. En ja, ik vond ze ook wel erg lekker zitten. Even kijken, ik heb het in de maat 8 gehaald. Dus dat is een 39, zover ik weet. Dat zijn de schoenen van Gap. Nou, toen ben ik dus naar de Forever 21 gegaan. En daar ben ik echt geslaagd. Eerste paar, ik vind deze wel heel tof.
zijn deze hoge. In de winkel had ik ze aan. Ik heb het ook gefilmd voor jullie. Ze staan super cute. Ik vind ze echt schattig. Vooral met dat touwtje. Ik draag deze dingen nooit. Maar voor het eerst heb ik het gepast. Het zat lekker. Plus het was echt cute. En de prijs hiervan was $30. En dan heb ik deze slippertjes gekocht. Ze hadden ze ook in het zwart. Maar mijn hele wardrobe bestaat uit zwarte kleren en zwarte schoenen. Dus ik dacht, het wordt tijd voor kleur. Daarom heb ik ook die andere bruine schoenen gekocht. Andere kleur die. En deze in het geel. In het echt zijn ze wat feller. Maar ja, ik zie dat het best wel washed out lijkt op de camera. Nou, maakt niet uit. In ieder geval, dat zijn deze. Super cute. En de prijs hiervan was $15. Oké, dan twee andere slippers. En deze zijn allebei echt super schattig. Dat is deze roze met watermeloen. En dan heb ik een witte met watermeloen. En deze waren $2 voor $6. Dus ik heb er eentje van mij meegenomen en eentje van mijn moeder. Wanneer we gaan sporten en we gaan naar de sauna, nemen we altijd slippertjes mee. Dus van deze was schattig en leuk om mee te nemen. Dan heb ik gewoon sokken gekocht. Eerst deze milkshake met hamburgers. Ze zijn allemaal €1,90 volgens mij. Ja. Deze blauwe milkshakes en hamburgers. Deze lichtblauwe, super cute, met ice cream erop. Dan hebben we deze taco's op lichtroze sokken. Katjes. Roze sokken. Beertjes op witte sokken. En dan de laatste twee, volgens mij, als ik niks meer in mijn tas heb. Cactusjes op grijze sokken. En als laatste, girafjes op groene sokken. Ik denk dat ik deze ook wel echt super tof vind. Vooral de kleur. Dus je laatste sok die ik nog niet gewezen heb. En dat zijn deze schattige roze sokjes met pannenboompjes. Dus ik heb echt 10 paar sokken gehaald. Het is een joggingbroek. Maar de stof waarmee truien zijn gemaakt, de hele zachte truien, dat is exact hetzelfde stofje waarmee dit is gemaakt. En het is zo lekker zacht, you guys. Ik heb gevraagd of ze hem in zwart hadden. Hadden ze niet. In andere kleur hadden ze hem ook niet. Ik vond hem zo fijn zitten dat ik heel graag een andere kleur wou. Die was er niet. Dus ik heb er twee gehad en ze waren $14 per stuk. En dan het laatste item die ook eigenlijk mijn favoriet is. Is deze kimono-achtige vest. Ik had hem ook al geweest in de paskamer. Het is lange mouw. I love it. Ik vind dat lange mouw er zo classy uitziet. En je kan hem met zoveel dingen combineren. En als je hem goed dicht doet, kan je hem eigenlijk ook als jurk dragen. Deze was $25, maar het is echt elke cent waard. Omdat het gewoon zo pretty, pretty, pretty is. De laatste twee dingen die nog even te liggen zijn de Sour Patch Kids. Deze Raspberry Apple Hand Sanitizer. Ik wou heel graag naar Bath & Body Works gaan en daar die dingen halen. Omdat het... daar ben ik niet aan toegekomen. En toen zag ik deze liggen bij de kassa. Dus ik heb hem maar gewoon gepakt. Was er maar eentje. Dat was de korte shoplog voor vandaag. En alles wat ik gekocht heb. Ik ga morgen wel proberen naar het museum te gaan. En mijn... de Broadway show die begint om 7 uur. Dus ik moet ongeveer 6:30, 6:45 daar aanwezig zijn. Even wat musea zien. Dus dat ga ik morgen doen. Want ja, shoppen is nu wel genoeg geweest. Ik heb genoeg kilo's. En ik ga me nu even snel omkleden. Dat heb ik gepland voor morgen. Want ja, shoppen is nu wel genoeg geweest. Ik heb genoeg kilo's. Maar ik wil wel even wat musea zien. Dus dat ga ik morgen doen. En ik ga me nu even snel omkleden. En ik ben omgekleed. Ik heb mijn comfortabele broek aan. Mijn New York sweater. Ik ga hier natuurlijk niet in slapen. Maar even om lekker warm te zijn. Kijk, dit is de broek. Je kan hem lekker hoog trekken. Lekker zo hoog je wil. Dat is een beetje het idee. Maar als je hem hoog trekt. En met een cute crop top zo. In de zomer. Met die gele flipflops. Dat is gewoon een leuke chill outfit. Oké, vrienden en vriendinnen. Ik ga zo slapen. Eerst make-up eraf halen. En dan zie ik jullie morgen weer in de volgende vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. In mijn eentje New York verkennen en avonturen. En alles gaat tot nu prima. Dus ja, ik zie jullie weer morgen. En alvast good night. Voordat ik het vergeet, stay happy.